Deze levenswijze lijkt extreem, maar als je dit ook gaat doen, behaal je extreme resultaten. Een van de grootste complimenten die je mij kan geven is dat ik raar ben. Raar betekent dat je afwijkt van de norm. En normaal, vandaag de dag, vind ik best gevaarlijk. Want de norm is niet meer gezond. De meeste mensen in Nederland zijn te dik, ongelukkig, hebben minimaal één chronische ziekte en halen geen voldoening uit hun werk. En raar zien we vaak als negatief. Dat jij afwijkt en dat je daarmee een soort van minder bent dan de rest. Maar raar kan ook positief afwijken zijn. En hoe meer je dat gaat omarmen, hoe meer je deze extreme dingen kan gaan doen. En kan gaan ownen dat als mensen jou een beetje scheef aankijken, dat je nou eenmaal doet wat je doet. Mijn naam is Isabel. Ik ben voormalig topsporter en in het powerlift een van de sterkste vrouwen van de wereld geworden. En vandaag de dag help ik ondernemers op mentaal, fysiek, relationeel en business vlak. Tegen mensen zeg ik vaak dat ik een saai leven heb. En waarom? Omdat ik bepaalde kaders heb voor mezelf. Net zoals in de topsport heb je die kaders nodig. Lijnen, regels, scheidsrechters die die regels bewaken. En binnen die kaders heb je onbegrensde mogelijkheden. En die kaders die ik heb, die lijken misschien saai. Dat zijn veel dingen die ik vanuit routine doe. Of ook dingen waar ik niet per se veel zin in heb. En die andere mensen daardoor niet zouden doen. Of dingen die dusdanig afwijken dat mensen mij letterlijk boos aankijken. Ik was van de week in de sportschool en ik liep daar op blote voeten. En ik kreeg meerdere blikken van mensen die dan op deze manier naar me kijken. En omdat ik het own voor mezelf, deins ik daarvoor niet meer terug en denk ik, je zou dit ook moeten doen. En in deze video ga ik een aantal van dat soort principes dingen met je delen. Een van de extreme dingen die ik doe is elke dag om 6 uur of eerder opstaan. In de ochtend, als je dan al opstaat, ben je aan het winnen voor je gevoel van de rest van de wereld. Want die zijn nog aan het slapen. En ook in de ochtend ga jij geen dingen doen zoals Netflixen, scrollen. Zeker niet als jij de wekker hebt gezet omdat je wakker wil worden en niet omdat je wakker moet worden. In de avond doen we vaak wel dat soort dingen en dat komt ook omdat onze discipline op is. We draaien de hele dag door op discipline, we moeten keuzes maken, we zeggen ja of we zeggen nee. En aan het einde van de dag is dat minder, dus gaan we sneller ruzie maken met ons partner. Meer scrollen, meer tv kijken, ongezonder eten. Stel dat je die avond kan inkorten en in plaats van om 11 uur of 12 uur of nog later naar bed te gaan, ga je om 9 uur of 10 uur naar bed. Dan heb je dat stuk verleiding al niet meer. En je staat dan om 6 uur op in plaats van 7 uur of 8 uur. En die eerste uren van de dag heb je dan voor jezelf, terwijl de hele wereld nog slaapt. Hoe gaaf is dat? Het volgende wat ik doe, wat bijna niemand doet, is dagelijks minimaal 8 stuks fruit eten. Het voedingscentrum raadt aan om 2 stuks fruit per dag te eten. En veel mensen zien dat als maximum. En we hebben ook bepaalde negatieve overtuigingen over fruit. In fruit zit veel suiker en dat maakt ons dik. Het zou slecht zijn voor onze tanden. Het is niet goed voor je bloedsuikerspiegel. Ik kan je vertellen, veel van die dingen zijn niet waar. De primaire brandstof van iedere cel in jouw lijf is vitamine C en glucose. En waar vinden we dat in? In fruit. Fruit heeft onterecht een slechte naam gekregen. Maar als we kijken naar bepaalde behoeftes, dingen die ons lichaam aangeeft, dat we zin hebben in zoet. Waarom geven we daar geen gehoor aan op een gezonde manier? In plaats van dat we zeggen, we mogen geen chocola, we mogen geen snoep. Gun jezelf om op een bepaalde manier die behoefte te vervullen door middel van fruit. En daarmee heb je voldoende energie om je dag door te komen. Het volgende extreme ding wat ik doe, is dagelijks de weerstand opzoeken. Door middel van kou, door middel van hitte en door middel van pijn. Wat ik met pijn bedoel is dat ik dagelijks op een spijkermat ga liggen met 8000 kleine puntjes. Dat klinkt heel extreem en dat is het misschien ook, maar dat dwingt mij om te ontspannen in een oncomfortabele situatie. Als wij in een oncomfortabele situatie dreigen te belanden, dan gaan we vechten, vluchten of bevriezen. Maar de beste manier om ermee om te gaan is door los te laten. Dus nog voordat ik op die spijkermat ga liggen, heb ik ook die stemmetjes in mijn hoofd die zeggen, ah, vandaag gaan we het niet doen. Of als ik erop ga liggen dat ik letterlijk bevries en het daarmee mezelf moeilijker maak. Of er tegen ga vechten, oh, dat is vervelend, oh, ik heb hier geen zin in. En het dwingt mij om dat stuk te trainen van mezelf. Hetzelfde geldt wanneer ik in het koude water ga, in een ijsbad of onder de koude douche.
Of in de sauna gaan. Dat doe ik ook op reguliere basis. Niet vanwege de luxe, zo wordt het vaak gezien. Maar echt om uit de comfortzone te gaan. Om deels die afvalstoffen los te laten vanwege de fysieke voordelen. Maar met name vanwege die mentale voordelen. Dat jij dus al minimaal 15 minuten in een extreme situatie hebt gezeten. En ook loop ik op blote voeten. Wat ik al benoemde, ik doe dat in de sportschool, maar ik doe dat ook buiten. Zowel in het gras als op het asfalt. Is niet altijd even comfortabel. Krijg ik soms wat scheve blikken door. Maar helpt je om gegrond te zijn, om letterlijk te ontladen, om spanning los te laten via je voeten naar de aarde. Maar ook om dus comfortabel te worden met dat oncomfortabele. Het volgende wat extreem is, is dat ik niet naar verjaardagen ga. Het hele jaar door zijn er allerlei kansen om naar verjaardagen te gaan. Kinderen van vrienden of familie, familieleden, vrienden, vriendinnen. Zoveel mensen vieren hun verjaardag. En ik merkte op een gegeven moment bij mezelf dat de standaard Nederlandse kringetjesverjaardagen mij zoveel energie kosten. En ik eerder ja zei om de anderen een goed gevoel te geven dat ik daar was, omdat ik daar echt wilde zijn. Dus heb ik voor mezelf de stelregel dat ik in de basis dat niet doe. Dat geeft mij zowel extra tijd, maar vooral extra energie. Het volgende waarin ik extreem ben, is dat ik extreem consistent ben. Ik post elke dag op Instagram een story, 3 keer per week een post in mijn feed, wekelijks een podcast, wekelijks een mail. En dit doe ik al 5 jaar lang. Een heleboel ondernemers die geven 200% als ze een nieuw idee hebben en die stoppen er weer mee. Dus die zijn niet zo consistent, die zijn aan het zigzaggen. Of ze denken heel veel na over nieuwe ideeën en wat ze allemaal gaan doen, maar ze komen niet in actie. En waarin ik extreem ben, is dat ik elke dag een beetje doe. En niet 1 keer, niet 2 keer, nee, 100, 1000 keren. En op die manier voer ik mijn plan uit en win ik. Het volgende extreme wat ik doe, is dat ik zowel in de ochtend als in de avond een vaste routine heb waar geen schermen aan te pas komen. Ik zie dat veel mensen hun dag eindigen met Netflix en hun dag weer starten met scrollen en nu.nl. Terwijl je op die manier al passief je dag afsluit en begint. En je behandelt je brein als een soort schakelaar in plaats van een volumeknop. En ik zeg schakelaar omdat jij van het een op het andere moment wil starten en wil stoppen. In plaats van dat jij je brein de tijd geeft in de avond om af te schalen en in de ochtend om weer op te starten. En daarom heb ik die routines. Dus in de avond ben ik bezig met mijn brein tot rust brengen door middel van ademhaling, meditatie, yoga en een boek lezen. En in de ochtend ben ik bezig om mezelf weer te gaan activeren door middel van beweging, koud douchen, eten, buiten zijn, zonlicht opnemen. En dat hoeft helemaal niet extreem lang te duren. Dat kan al een half uurtje zijn, maar waarin jij dus de regie hebt en niet wordt geleid door de waan van de dag. Dankjewel weer voor het kijken naar deze video. Laat me weten in de comments wat het raarste is wat jij op reguliere basis doet. Ik moedig dat alleen maar aan. En dan zie ik je weer bij een volgende video.